Vorige week in Baskracht, voor de deur bij Willibrord Verkwaar. Willibrord, hoe is dat nou om zijn vader om zijn zoon te zijn? Ja, want... Dat is een aardig vrouwtje, vind ik. Ja? Ja. Zou je wel overheen willen? Ja. En we willen toch wat meer... Even gezellig bij u staan. Uw buurman is niet geïnteresseerd. Even een vraagje nog. Meneer, wilt u nu de deur dicht doen? Nee, dat we mijn hand zitten tussen. Nu wegwezen. Ogenblikkelijk. En ik meen het. Ik blijf nog even staan. Nee, ik blijf niet staan. Ja, gaat nu weg, anders gooi ik u eraf. Nou, gooit u mij eraf dan. Deze week ging onze brutale reporter door met zijn zoektocht. Is dit de bodyguard van Willibrord Verkwaar? Komt u voor mij? Neem ik niet aan. U komt voor Willibrord? Voor? Willibrord Verkwaar, daar komt u voor. Ik kom niet voor Willibrord Verkwaar. Nee? Hadden we gehoord. Oh, fijn. Dat er wat problemen waren in de buurt. Problemen in de buurt? Ja. Meneer, ik woon helemaal niet in deze buurt. Wat doet u hier dan? Wat doet u hier dan? Ja. Goed. Uw rouwtje, die is een lekker ding. Is dat een lekker ding? Waar? Robbie kwam Willy's maîtresse op het spoor. Maar de geruchten gaan dat u zijn maîtresse bent, hè? Nou, dat zijn dan hele rare geruchten. Ja. Want ik heb hem nooit dichterbij ontmoet dan ik nu naast u sta. Maar ook niet dat hij zo. Nee. Dat hij wel eens zo aan je zit. Zo, nee. Dat hij zo, nee, echt niet. Dat hij zo die gaat zoenen nee, en zo. Nee. Dat doet hij niet? Nee hoor, nee. Nee. Dat is echt wel niet. Hey, maar ik ga weer even door, want mijn hondje die. Ja. En die kinderen van hem, zijn die leuk? Ja, godverdomme, hij heeft een mooie dochter. Ja joh, lekker wijs. Jongen. Wat oud is die? Ik schat zo'n jaar 24 met. Oeh. Ja. Lijkt hij op hem of op zijn vrouw? Ja, ik denk een beetje op zijn vrouw. Zijn vrouw, lekker wijf ook. Ja, mooi been, hè. Ik val op been, hè. Ja. Intussen showt de vrouw van Willibrord haar been. En laat ze haar poesje even naar buiten, achter in de tuin. Ho, ho, kom jij eens even terug? Wat voor slipje heb jij aan? Hé, een echte Terlenka. Goedemorgen. Ja, even spreken met Willibrord. Ja hoor. Goedemorgen. Hallo, met Frikker. Met Robbie spreek je. Hallo. Waar ben je? Want wij zijn op zoek naar je. Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik wilde even wat vragen als dat kan. Want dan krijgen we weer dezelfde situatie als zoals jij in je programma altijd mensen belt, hè? Nou, dat weet ik niet. Maar je bent niet thuis. Nee. Aha, maar wanneer kunnen we je spreken? Want ik wil graag even een interviewtje met je draaien. Ja, maar daar heb ik geen tijd voor, want als ik al thuis kom, dan is het s'avonds heel laat. Ja, maar vandaag de hele dag, of morgen. Ben jou thuis, even? Ik weet... Is dat goed? Ik hol op van op haar. Dat morgenochtend of zo ben je thuis even op de bank gewoon even een leuk interviewtje draaien? Ik heb sowieso laatje sowieso niet binnen. Maar was jij gisteren thuis, Willibrord? Nee. Niet? Ik had begrepen dat je via de achterdeur weggesneakt was. Je valt even weg. Dat je via de achterdeur weggesneakt was, zeg maar. Een soort paadje, hazenpaadje genomen had. Ja, ik ben een snelle vogel soms. Ja, dat klopt toch, of niet? Ja. Ja, dat klopt, inderdaad. Oké. Okay. Ik wil nog eventjes... je vrouw is al voor de deur. Ja, je moet de telefoon teruggeven. Ja, nee, wacht maar. Dan wil ik even tijd. Sorry, jullie wat zijn ook. Ja, tussen 5 en 6 dan we klaar zijn. Dan wil ik even tijd voor je klaar. Even voor je inruimen. Goed. Nou, bedankt. Fijn dat je me even gebeld hebt. Maar wanneer zend je het uit dan? Maar het is wel lullig, hè, zo'n beroep, of niet? Dat je moet vluchten. En je vrouw natuurlijk ook, want die staat nu onder grote druk hier voor die deur. Ook humor. Dat zijn jullie wel gewend. Ja. Maar ze kijkt er niet vrolijk bij als ze dat zo gewend is. Dat is nou weer jammer. Maar dan moet je me toch eens even uitleggen, daar ben ik nou benieuwd naar. Heb je morgen de kans voor, mag ik even? Geef nou even. Waarom dan? Ik wil naar mijn bed. Ja, je wil naar bed? Maar het zult gewoon zo door de brievenbus even. Dan, nee, ze wil je kapot. Terug, dan praat ik de rest morgen gaan we verder. Heel... Maar dan kom je wel, hè. En tot ziens. Dag. Ja. Dag. Dag, maar ik wil even wat vragen. Maar is het nou niet, wat is er nou allemaal, je hebt nog steeds een telefoon. Ja. Wel trust, je hebt wel mooie benen. Dat zei de tuinman ook. Die tuinman had wel gelijk, wou ik even zeggen. Even over je vader nog. Even twee vragen. Hij was vanavond thuis, gisteravond is hij thuis gekomen. Is dat zo? Toch? Een beetje meer dan ik. En vanochtend is hij heel snel weer weggegaan. Ah, jullie hebben meer verzekerd, zoals je het al weet, hoe ze vragen het aan mij dan.
Nee, maar ik denk dat jij dat ook wel even weet, of niet? Pardon, mag ik even? Heb je geen contact met je vader? Gaat het slecht? Oh, kijk. Ja. Nee. Heb je geen contact? Wacht even. Hey joh. Dat kan ook niet lang. Kijk even uit. Ja, de fiets is wel een jaar. Ik ga nu de politie bellen. Jullie zijn heel vervelend. Binnenkort is niet thuis. Wat? Nou, pardon. Sorry. Sorry, hè? Sorry. Ik moet toch achteruit. Ja, sorry, pardon, hè? Ik zal af en toe deze jongen. Nee. Volgende week ziet u hoe wij Willibord Verkwij in abominabele toestand aantreffen. Aan die grote rode neus zag onze brutale reporter in wat voor een staat Willy was. Ook al probeerde hij zijn enorme kegel te verdoezelen met een mondspreetje. Ja hoor, ook deze keer probeerde Willibord ons weer te ontlopen. Wat heeft Willy te verbergen? Zijn drankprobleem? Zijn maîtresse? Zijn verzameling schedels? Zijn ecstasyhandel? Of misschien volgende week meer?